Willeke Alberti verkeert nog steeds in duisternis omdat haar enige dochter, Danielle van het Schip, deze wereld heeft verlaten. Er zijn echter veel dingen over het leven van Willeke en Danielle die mensen niet weten. Laten we terugkijken naar de dingen die de zangeres heeft gedeeld in haar biografie en interviews. Iedereen zal het leven van Danielle van het Schip duidelijk zien door de woorden van haar moeder. Willeke was ontzettend blij toen ze in 1968 zwanger raakte van het kind van haar toenmalige echtgenoot Joop Oonk. Tijdens haar zwangerschap besloot ze zich te concentreren op haar gezin. Ze stopte met werken in een modeboutique die ze naast haar optredens deed, maar ze wilde ook niet meer het podium op. Willeke schreef in haar biografie dat ze dat mooie gevoel wilde behouden, dat de baby die je puur uit liefde creëerde en hartelijk verwelkomde eindelijk geboren werd. Na de geboorte van Danielle besloot Willeke al snel weer te gaan werken. Ook al vindt ze Joop een geweldige vader, ze nemen toch een oppas in dienst. Danielle is een heel schattig kindje. Willeke denkt dat kinderen het meteen merken als ze welkom zijn. Hun familie hield heel veel van haar en ook Willeke's vader, zanger Willy Alberti, kreeg een nieuwe rol als grootvader op zich. De glimlach van een kind is geboren. Willeke vertelt over het leven van Danielle, ze gaat dieper dan haar vrienden. Volgens de zanger kan zijn dochter meer zien en verder kijken dan de oppervlakte. In die tijd raakte Willeke goed bevriend met Jeroen Krabbé en zijn vrouw Herma. Ze hebben net zoon Martijn gekregen en hij en Danielle spelen vaak samen in de box. Willeke leek een heel gelukkig leven te leiden, maar haar man Joop was haar ontrouw en zij kon er niet tegen. Ze scheiden van hem in 1974 na 9 jaar huwelijk. Ze bouwt een nieuw leven op met Danielle. Later vertelde Danielle haar moeder dat de scheiding haar niet hinderde, maar dat de pijn van Willeke haar veel pijn had bezorgd. Dat heeft haar doen besluiten mij nooit tot last te zijn, aldus Willeke. Het is triest, maar aan de andere kant heeft ze haar vader. Net zoals Willeke stopte met werken terwijl Danielle zwanger was, heeft ook haar werk de afgelopen maanden vertraging opgelopen. De dag na haar laatste optreden in het Concertgebouw in Amsterdam was de zangeres helemaal niet blij met de bloemen en mooie brieven die ze ontving. Ze wil bij Danielle zijn, die bij haar in de buurt woont. De afgelopen 1,5 jaar hebben ze veel tijd samen doorgebracht. Danielle wil zoveel mogelijk bij haar familie zijn. Iets wat ze al jaren had gemist. Vanwege de voetbalcarrière van echtgenoot John reisde ze de hele wereld over. Na zijn carrière bij Ajax verhuisde hij samen met Danielle en hun kinderen Davy en Estelle naar Melbourne in Australië, waar hij coach werd. Willeke had het er moeilijker mee. Ik zal ze vreselijk missen, zei de zanger destijds. Een verlies dat nu nog groter is. Willeke heeft voor altijd afscheid moeten nemen van haar dochter, het grootste verdriet dat een moeder kan overkomen. Đã đưa họ đi khắp thế giới sau sự nghiệp của Ajax, anh cùng Daniel và các con đến Kabi và Estelle chuyển đến Oceania, nơi anh ấy trở thành huấn luyện viên. Vicky gặp khó khăn hơn với nó, lúc đó ca sĩ nói tôi sẽ nhớ họ vô cùng, một sự mất mát và bây giờ còn lớn hơn. Vicky phải vĩnh biệt con gái của mình mãi mãi, nỗi buồn lớn nhất có thể xảy đến với một người mẹ.